my German sausage, it will inform her. Whether Kenny Miller knockers, but I'm better than the Carter. Too crazy, but I'm not Jay Dahmer. Cause I don't kill kids, I just lynch and rob them. Yeah, I'm off my rocket, sip a fan of vodka. Mocking Lil Wayne, well, it's not a Waka Flocka. Blazing blunts with my marijuana doctor. But like Charlie Sheen, I can't be quarantined. My swag winning, like it's for me. I'm a horror scene, so of course I mean. Fuck poor hygiene, I'm warm and clean. Just kidding, I'm a dirty ass farmer. Redneck, hillbilly, hick, not a gardener. And there's many differences, I'll give you one facade. It's like how I got a dirty, dumb dick, but it's larger. Cause we are farmers. Mijn naam is Michiel Buizen, ik ben voorzitter van het Agrarische Jongerencontact West-Zeeuws-Vlaanderen. En wij organiseren deze dag hiertoe. En wat gebeurt er vandaag allemaal? Deze dag is Farmers Got Talent en op deze dag hebben wij zowel het ploegwedstrijden, wij hebben het boomstamslepen en wij organiseren hiernaast het populaire trekkerrodeo en trekkerbehendigheid. Dit is de 8e keer dat wij dit organiseren. En met veel succes? Dit jaar sowieso met heel veel succes. We hebben dit jaar nooit zoveel deelnemers gehad als dit jaar. En de bezoekers? De bezoekersaantallen zijn dit jaar erg hoog. Erg hoog. Wie doet er zo al aan mee? De deelnemers zijn, zoals u net heeft kunnen zien, jeugdige deelnemers, maar ook de oude deelnemers die het gewoon mooi vinden met die oldtimers dan gewoon lekker te crossen. Of vooral bij het ploegen zijn het vooral aan de oudere deelnemers die dan beter hun ploeg moeten afstellen. Wat doe je in het dagelijks leven? Ik ben net klaar met mijn opleiding aan de HAS en werk nu fulltime op een garagebedrijf. Oké, nog veel succes. Dankjewel.